Heel vroeger maakten hoefsmeden vaak naast hun gebruikelijke werkzaamheden louter voor hun plezier motoren. En vaak bleek dat zo'n ding nog wilde lopen ook. Maar op den duur ging men hogere eisen stellen. Een motor moest prestaties leveren. Men wilde graag hard kunnen rijden en met een goede motor moest dat mogelijk zijn. Ook de betrouwbaarheid begon een steeds grotere rol te spelen. Men wilde rijden zonder veel sleutelen. Een auto moest zo goedkoop mogelijk gemaakt kunnen worden. Op een gegeven moment kwam men ook tot de conclusie dat een automotor zuinig met brandstof om moest gaan. Zuiniger dan ooit tevoren. Het is natuurlijk plezierig om overal te gaan en te staan waar en wanneer je maar wilt. Maar laten we daarbij vooral ten aanzien van het milieu goed beseffen wat onze verantwoordelijkheden zijn. Geen wonder dus dat de automotorontwerper tegenwoordig knap moeilijk heeft. Zijn motor moet immers voldoen aan allerlei, vaak met elkaar in strijd zijnde eisen. Hij moet eenvoudig te bouwen zijn, een minimum aan onderhoud vergen en een maximum aan kilometers kunnen draaien. Het gereedschap van de ontwerper is al net zo geavanceerd als de motor die hij aan het uitdenken is. Hij kan dus echt niets aan het toeval overlaten. Deze film vertelt het verhaal van zo'n motor. Met deze brandnieuwe motor gaat Ford de volgende eeuw in als de technologische leider van de motorbouwers van de wereld. De motor paart een buitengewoon hoog prestatieniveau aan een laag brandstofverbruik en een trillingvrije rustige loop aan een zeer geringe uitlaatgasemissie. Maar wat was daarvoor allemaal nodig? Of anders gezegd, hier komt de inside story van Ford's nieuwe 2 liter motor met twee bovenliggende nokassen. Voor de allereerste keer werd de motor van binnen naar buiten toe ontworpen. Men concentreerde zich namelijk primair op de weg die het brandstofluchtmengsel door de motor heen zou moeten volgen voor, tijdens en na de verbranding. Om aan de hedendaagse prestatie-eisen te voldoen, moet een motor in staat zijn om in iedere cilinder zo'n 50 keer per seconde brandstofluchtmengsel aan te zuigen, te verbranden en af te voeren. Het gaat echter niet alleen om een hoog motorvermogen, maar ook om een laag brandstofverbruik. Brandstof en lucht moeten nagenoeg ongehinderd de gasklep kunnen passeren, variërend van stationair tot volgas. Onderweg moet een optimaal brandstofluchtmengsel ontstaan dat na de verbranding ook nog eens geheel uit de motor moet verdwijnen. En dat alles in een 50ste deel van een seconde. De Ford-ontwerpers begonnen met een schone lei door eerst een uitgebreid researchprogramma op het gebied van gasdynamica af te werken. Zo kwam men tot een uitgekiend gaswegsysteem zonder dat er verder al iets aan de motor zelf was ontworpen. De sleutel voor dit succesontwerp was de uiterst nauwkeurig gegoten lichtmetalen cilinderkop met twee bovenliggende door een ketting aangedreven nokassen. De één voor de inlaat en de ander voor de uitlaatkleppen. Doordat de nok direct in aanraking komt met de klepsteel, wordt de klep directer en dus met minder speling bediend. Daardoor kan het profiel van de inlaatnok steiler en hoger zijn, waardoor de inlaatklep sneller en verder open gaat en dankzij de behaalde tijdwinst ook langer open kan blijven, hetgeen het motorrendement zeer ten goede komt. De hydraulische klepstoters hebben twee grote voordelen. Men hoort ze niet en ze zijn onderhoudsvrij. De kleppen zelf staan onder een hoek van 20 graden ten opzichte van de verticale as en onder een hoek van een paar graden ten opzichte van de centrale langsas. De plaatsing van de kleppen in de cilinderkop is samen met de specifieke kromme vorm van de inlaatleiding ervoor verantwoordelijk dat de inlaatgassen in een spiraalvormige stromingskarakteristiek worden gebracht. Een speciale deflector op de buitenrand van de inlaatklep draagt ook nog zijn steentje bij tot een optimale menging van brandstof en lucht. De verbrandingskamer zelf heeft een hartvorm waardoor het zojuist binnengestroomde mengsel op zeer hoge snelheid aan het wervelen wordt gebracht. Dus een snelle, maar desondanks geleidelijk verlopende verbranding. Ford heeft het nieuwe systeem dan ook onmiddellijk gepatenteerd. En het uiteindelijke resultaat mag gezien worden. Een splinternieuwe 2-liter motor met een lean-burn compressieverhouding van 19:1 en een heel bescheiden behoefte aan dure brandstof. En die is nog loodvrij ook. Bij de motor met brandstofinspuiting zijn de verstuivers in de cilinderkop zelf aangebracht. Dus niet in het inlaatspruitstuk. Die verstuivers wachten steeds zo lang mogelijk met brandstof inspuiten. Want hoe langer men wacht, des te economischer kan gebruik gemaakt worden van de stroming van de aangevoerde lucht. Twee keer per verbrandingscyclus wordt er een exact afgemeten hoeveelheid brandstof ingespoten. Hoe dat precies in zijn werk gaat, is een verhaal apart. Samenvattend luidt het antwoord echter EEC4. Dat is kort maar krachtig de naam
van de beste zelfstandig opererende computer in de wereld van motormanagementsystemen. De EEC4-computer is in staat om twee afzonderlijke gebeurtenissen te registreren die met een onderlinge tussenruimte van 3 miljoenste seconde plaatsvinden. Hij neemt zijn beslissingen op basis van een veelvoud aan informatie. Zo houdt een veiligheidshalve onbereikbaar gemaakte krukassensor de computer voortdurend op de hoogte van de stand en omwentelingssnelheid van de krukas. De stroming van de aangezogen lucht wordt elektronisch in de gaten gehouden door een systeem dat zo gevoelig is dat het zelfs reageert op veranderingen in de buitenluchtdruk ten gevolge van hoogteverschillen. Uiteraard wordt ook rekening gehouden met de stand van het gaspedaal en de koelvloeistoftemperatuur. Geen twee motoren van hetzelfde type zijn helemaal gelijk, maar de EEC4 onthoudt precies hoeveel brandstof er moet worden ingespoten in die ene specifieke motor waar hij aan vastgekoppeld is. Hetgeen keihard inhoudt dat iedere nieuwe DOHC-motor te alle tijden in topvorm verkeert. De nieuwe Ford-motor is in zijn soort zo'n beetje de kortste motor die er is. Mede doordat hij heel compact gebouwd is, is hij ook heel stijf. Dat komt voornamelijk doordat bij het ontwerp van zowel cilinderblok als cilinderkop gebruik gemaakt werd van uiterst geavanceerde computeranalyseapparatuur. De motor is exact vierkant, dat wil zeggen dat de boring en de slag even groot zijn. De gietijzeren krukas is van een nieuw ontwerp. Hij heeft 5 hoofdlagers en 8 contragewichten, zodat hij optimaal is uitgebalanceerd. Dat krukaslagers en zuigers zulke geringe wrijvingsverliezen veroorzaken, scheelt zichtbaar in het brandstofverbruik. Ook de zuigers zijn nieuw en uiterst licht. Altijd belangrijk, omdat op- en neergaande delen nu eenmaal meer duurbetaalde energie opslokken dan ronddraaiende delen. De aandrijfketting van de nokassen werd van de buitenwereld geïsoleerd door middel van een uit 1 stuk vervaardigd deksel plus een speciale rubberpakking. De DOHC-motor is leverbaar in carburateuruitvoering of met inspuiting en loopt op geloden of ongeloden benzine. De motor is van zichzelf al heel schoon, omdat hij immers ontworpen werd op basis van het Lean Burn-principe, het principe van de magere verbranding dus. Toch kan een auto met DOHC-motor in landen waar dat vereist wordt geleverd worden met een geregelde of ongeregelde katalysator. Maar niet alleen op het gebied van schone uitlaatgassen wordt goed gescoord. Zowel de Scorpio als de Sierra hebben nu zo'n 10% minder brandstof nodig dan met de vroegere motor. Terwijl ze dankzij een toename van het motorkoppel ook nog soepeler te rijden zijn. Ook zonder die extra inbreng van de motor werden de rij-eigenschappen van de handgeschakelde modellen al sterk verbeterd dankzij de introductie van de MT75 versnellingsbak die boterzacht schakelen mogelijk maakt. Bij de modellen met automatische versnellingsbak blijft de vertrouwde A4LD-transmissie verantwoordelijk voor soepel en economisch rijgenot. De opvallende afwezigheid van motorgeluid vormt, zoals bij het ontwerpen van de DOHC-motor ook al de bedoeling was, een mijlpaal op het gebied van rustig rijden. De nieuwe DOHC-motor van Ford. Toekomsttechnologie. Vandaag.